Welkom in Drenthe, welkom in Sportpark De Oude Meerdijk voor de wedstrijd tussen Emmen en Almere City. De nummers 4 en 18 in de keukenkampioendivisie. En u ziet de opstelling van Dick Lukien. Eén wijziging ten opzichte van de wedstrijd die werd gespeeld bij Jong AZ. Teleurstellend 0-0 gelijkspel daar voor Emmen. Basisplaats voor Lorenzo Burnett. Mitch Apau verdwijnt uit het elftal, was niet helemaal fit, trainde apart van de groep. Maar zit vanavond wel op de bank bij Emmen. Scheidsrechter is Ingmar Oostrom. En dan naar de opstelling van Almere City. Een 5-3-2 formatie, daar werd aanvankelijk heel geheimzinnig over gedaan door Bakens en Maduro. Het duo dat het nu moet doen op de bank bij Almere. Hamouti is een soort van extra centrale verdediger, maar moet voor een man meer situatie gaan zorgen op het middenveld bij de ploeg uit Flevoland. Bakens zijn debuut dus als hoofdtrainer. Oudspeler van vooral De Graafschap, RKC, Volendam, Sparta en Cambuur. Weggekopt door Araujo. En hier misschien de eerste kans voor Arweiler. Niet buitenspel, maar de vlag is omhoog. Het is wel buitenspel. Werd al gejuicht op de bank bij Almere City. Maar het was dus toch buitenspel. Volgens de assistent. En dat is uit deze hoek heel lastig te zien. Maar ja, de assistentscheidsrechter staat op één lijn. Die moet dit toch goed gezien hebben. Is goed gespeeld door Almere. Thomas Pol. En dan kan Emme ineens in de aanval als Almere slordig is. Tufiki. Die bal valt nog goed voor Emme en dan is het raak. Het doelpunt van Yassine Asenoun komt wat gelukkig tot stand. Flink veel pech hier voor Almere City. En een vroege voorsprong voor de thuisploeg. Niet buitenspel hier. Rui Mendes. Daar is bijna de volgende grote kans. Weggekopt door Van Vlerken. Araujo schiet. Voorkomt daarmee in ieder geval een counter, maar is zelfs gevaarlijk. Leeuwin. Duivenstein. Daar gaat Puriel achteraan. Arweiler voor het doel. Puriel, Arweiler. Raakt hem niet vol, raakt hem eigenlijk helemaal niet. Het was niet ongevaarlijk zoals Almere hier snel zaken wilde doen. Fout van Helstroep. En uiteindelijk is het schot hier van Tufiki. Deze wedstrijd staat ook in het teken van Orange the World. U ziet het, een oranje lamp. En ook het stadion, de Oude Meerdijk, is oranje. De cornervlaggen zijn oranje. Het is een internationale campagne gericht tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Orange the World. Fares Hamouti. Is goede bal op Arweiler. Duivenstein. Nu moet Emmen weer in de achteruit en uit een lastige hoek. Knap geschoten door Lens Duivenstein. Die bal tussen de palen. Het is dat Michael Brouwer, de keeper van Emmen, goed oplet. Oh, dit is te kort. En dan heeft de keeper hem, maar zit hij er alsnog in. Etemadi had hem helemaal niet. Het is 2-0. Wie er scoort? Asenoun. Dat gaat wel erg makkelijk voor Emmen. Het is geen vloeiende aanval, alles behalve. Dieptepaas zou toch makkelijk te verdedigen moeten zijn voor Hamouti. Maar die doet dat helemaal niet goed. Etemadi kan het niet corrigeren. Had misschien ook meer kunnen doen hier. En dan valt die bal voor de voeten van Asenoun. En is het dus binnen 20 minuten 2-0 voor Emmen. Veldmaten.
Tofiki. Mooie paas. Rui Mendes. En dan is die voorzet net niet goed voor Hilterman. Emmen doet natuurlijk ook nog volop mee in de strijd om de tweede periode. Want in die tweede periode verloor zijn ploeg nog geen enkele wedstrijd. Arweiler neemt weer die bal niet goed mee en gaat er dan spijkerhard in. Bij Araujo met gestrekt been. En krijgt daar een gele kaart voor van scheidsrechter Oostrom. Ja, daar was de frustratie wel zichtbaar bij Arweiler. Daar moet hij bij de eerste paal. Maar een kans levert het niet op voor Almere. Smeets. Zo blijft Almere City wel in balbezit. Duivenstein. Overstapje Arweiler. Nou ja, overstapje. Hij laat hem lopen. En dit is een overtreding van Reserveur. Die als hij hem raakt eigenlijk gewoon een gele kaart moet krijgen hier. Reserveur. Pol. Hilterman, je ziet af en toe spelers wegglijden omdat het dus erg koud is. Het veld glad. Goede versnelling van Hilterman. Asenoun maakt hier nog één. Hij maakt er nog één. En wat voor één. De hat-trick compleet. Van Yassine Asenoun. Goede actie natuurlijk ook van Hilterman. Even wegglijden, maar dan aanzetten, versnellen. En dan laat hij er een aantal staan. Zoals Reserveur daar terugloopt. Dat heeft weinig met verdedigen te maken. Heerlijk raakgeschoten, Asenoun. Smeets smokkelt wat. Scheidsrechter ziet het. Jorrit Smeets, alsnog nu met zijn vrije trap. Oh, die valt voor Arweiler. Maar ja, het is niet de avond van Arweiler. Het voelt een beetje als een oefenwedstrijd. Ook omdat er natuurlijk geen publiek is. Sfeer is er niet. Aan de Oude Meerdijk. Daar waar het normaal gesproken zo sfeervol kan zijn als het vol is. Maar ook omdat Emma niet zo veel te duchten heeft van Almere. Voelt het een beetje als een oefenpotje. Je moet toch een beetje warm blijven. Hier de kans voor Arweiler. Dan weten ze niet wat ze van elkaar willen. Van Leeuwen en Arweiler. Als de afstemming daar beter is, kan het echt gevaarlijk worden. Thijs van Leeuwen. Ja, dan wordt hij gewoon in de weg gelopen, hè, door Arweiler. Pol kan weer die versnelling plaatsen daar aan de linkerkant. Krijgt de bal terug van Leeuwen. Hoekschop. Tempo, 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 kijken. Garsjoes, de bewaker van Arweiler. Bij deze Almeerse hoekschop. Duivenstein probeert het. Bal is nog getoucheerd. Op het hoofd van Garsjoes. Hey, dat is Hens. Scheidsrechter ziet het niet. Dat leek toch serieus een Hensbal van Rui Mendes. Twee spelers van Emmen liepen elkaar in de weg. Maar een strafschop komt er dus niet voor Almere. Pol. Pauls. Luzayadio is goed gespeeld door Emma Bernadou. Deze valt voor Arweiler. Arweiler nu voorgeven. Arweiler, Pauwels. Eerste grote kans voor hem. Maar hij benut hem niet. Hij zag dus geen handsbal. Hier nog eens. Lopen ze elkaar echt in de weg. En wordt er absoluut hands gemaakt door Rui Mendes. Geen penalty. En een paar tellen later
een bijna niet te missen kans, die toch te missen blijkt voor Pauwels. Pol. Smeets. Arweiler begint warm te draaien. Dit is vanuit die hoek en vanaf die plek helemaal niet zo slecht geschoten. Echt een niets aan de hand wedstrijd voor Emmen vanavond. Vroeg op voorsprong gekomen na 7 minuten via Asenoun. De 2-0 viel ook op een fijn moment en kreeg Emmen echt in de schoot geworpen. Na de fout van Hamouti en het gestuntel van Etemadi was het 2-0. En al vrij snel in de tweede helft ook 3-0. En die klap kwam Almere al helemaal niet meer te boven. En dus geen centje pijn voor de ploeg van Lukin op deze maandagavond. Gashoush raakt de controle over de bal kwijt. En van dan vindt de scheidsrechter het mooi geweest. Scheidsrechter Oostrom fluit af. 3-0 overwinning voor Emmen. Dat een hele makkelijke avond had. Tegen het Almere City van Tim Bakens en Hedwiges Maduro. 3 doelpunten van Asenoun, de Fin. Zo vaak scoorde hij nog niet in dit seizoen. Maar vanavond dus een hat-trick voor hem. En 3 punten erbij voor Emmen. Dat volop blijft strijden om de bovenste plaatsen in de keukenkampioendivisie. En uiteraard ook om de periodetitel in de tweede periode. Het had vanavond eigenlijk een makkie tegen Almere. Eindstand 3-0.